11 miljard euro omzet, 81 bedrijven, 50 met industriële activiteit. En dit door 30.000 medewerkers die de aandeelhouders zijn. Dit is het wonder van Mondragon, het walhalla van de werkerscoöperatie. Redenen genoeg voor Sera en Ethion om samen een diverse groep van 25 ondernemers op inspiratiereis naar het Baskland te gaan en dit coöperatieve model te onderzoeken. Ik weet dat Mondragon de grootste is in de wereld, zowel qua werkerscoöperatie, maar ook coöperatie van ondernemingen. Ik was eigenlijk heel benieuwd om te zien hoe dat zij hier business doen en hoe het model in elkaar zit en wat de cultuur is die daar rondhangt. Incomes, more or less 10.600 miljoen euro's. En we are 70.000 workers. Met Sera ondersteunen wij coöperatief ondernemen. En het walhalla van de werkerscoöperatie, dat vinden we in Mondragon. Want in België is de werkerscoöperatie, dus een ondernemer waarbij de mensen daar werken, de aandeelhouders zijn, toch nog altijd een vrij ongekend model. In Mondragon zijn het bijna alleen industriële activiteiten. Zoals het produceren van liften, fietsen, semiconductoren. Professionalisme, dat valt me enorm op. Professionaliteit hier. Dat vind ik echt geweldig. Hè. Het is niet geen geitenwolle sokken bedoeling. Hè. Ja, wat nog bijzonder is aan Mondragon, is natuurlijk de schaal. 30.000 medewerkers, aandeelhouders. Dat kennen we in België ook niet natuurlijk. En ten derde, nog bijzonder aan Mondragon, is heel de solidariteit in die groep. Hè. Dus de solidariteit tussen die diverse bedrijven. En eigenlijk vanuit al die verschillende elementen dat coöperatieve ondernemers in België en in heel de wereld uiteraard ontzettend veel kunnen leren. Het coöperatief model dat ik hier heb gehoord, dat zegt vooral, voor wat ik eruit heb begrepen, een aandeel maakt dat je betrokkenheid voelt en dat je verantwoordelijkheid neemt en dat er een soort van solidariteit ook ontstaat, omdat je samen voor dat doel gaat. Another reason. I'm working for me, for my colleagues and for the region. This is a special sensation. Wat voor mij het allerbelangrijkste is, is dat je heel duidelijk merkt dat het gaat over mensen, over gedragen waarden, en natuurlijk ook over verschillende manieren om dat engagement te gaan stimuleren. Waarbij dat je heel duidelijk ziet dat als er gedragen en gedeeld eigenaarschap is, dat er effectief al een stuk van de succesformule daarvan afhangt. Arimendiareta said, the most important thing is work. That means that all the jobs are similar. They have the same dignity. So they have to have the same salary. The difference between the lowest and the highest payment. Today is 1-6. Als ik nu gewoon puur als econoom kijk, ja, dat is toch ongelooflijk dat daar eigenlijk een enorme sterke combinatie gemaakt wordt van zeg maar kapitalisme, gericht op efficiëntie en ook winstgevendheid, maar ook aandacht voor de mens en in feite een combinatie gemaakt wordt tussen enerzijds solidariteit en anderzijds ook verantwoordelijkheid. Je krijgt de efficiëntie van het kapitalisme en je krijgt zeg maar de warmte van het socialisme. En dat is toch wel... Ja, als we spreken over een wonder, dan is dat eigenlijk het wonder van Mondragon. Ik ben zelf bestuurder bij het Zesverpleging Meerdaal, een coöperatieve vennootschap, al 10 jaar ondertussen. Wij zijn maar met 38. Hier gaat het over veel meer personen, veel meer coöperaties. Het model erachter vind ik best wel interessant, neem ik eigenlijk heel veel mee. We talk about the model. This allow people to be more involved. What I felt when I arrived here was that there was not a competition inside the company. You could feel that cooperation in your work. Ik neem een hele belangrijke mee, denk ik, dat het hier zit vooral. Maar dat het ook daar zit en dan wijs ik op mijn portefeuille. Dus het is een model van ondernemen met het hart, maar waar de centen ook belangrijk zijn. If we go too far from here, we fail. And if it is this above everything, it's not a cooperative. It's another thing. So there should be a balance between solidarity and business. Dat is een feit dat je hier heel veel inzicht en inspiratie opdoet uit het pure winstmaximalisatieverhaal, denk ik dat voor veel ondernemers niet de voldoening geeft waar ze voor naar op zoek zijn. En daar heb ik hier beseft en gezien dat het echt wel anders kan. Dus ik heb veel genoteerd. Hetgeen dat echt in drukletters in mijn boekje staat is zirimiri. Bask is voor motregen. Hoe aantrekkelijk kan het zijn?
Sirimiri means for Alimentarieta predication and action, both, not just predication, predication and action. When some visitors ask me, Ander, what we need to create a cooperative company, the answer is very easy. You need some years of Sirimiri. Dat gaf mij ongelooflijk veel geruststelling ergens. Van, ja, wij zijn, goddekes, 10 jaar bezig daar in Winkselendorp. We moeten nog niet panikeren. We moeten eigenlijk 15 jaar prediken. Dat is het verhaal van de priester. Eerst dat de mensen daar doordrongen van geraken. Alimentarieta came in 1941, the first cooperative in 1956. 15 years. Ik haal daar heel veel hoop uit en relativering. Uw why herhaalt hem geen 10 keer, maar 20 keer. Tot mensen voelen van ja, oké, eigenlijk begin ik het wel te snappen en begin ik er naar te handelen. Zeker in een groeiend bedrijf denk ik dat heel belangrijk is om met iedereen de Sirimiri te laten neerdalen. De impact van de werkerscoöperatie, daar ben ik wel van onder de indruk. Het is echt wel iets dat ingebakken zit in de regio. En waar dan mensen met toch de ambassadeurs die we hebben mogen ontmoeten, dan die daar met heel veel passie over spreken. For me, the secret of the Mondragon experience is how it started. It was started from nothing and we grew up all together. Nowadays, all of us have more or less our necessities covered, so we are thinking in other things. When everything started here in Mondragon, nobody had anything. So they started all together building their town, their job, their hospital, their everything. So everybody was putting a hand in the project. So now, with that mindset in the town, here nobody questions the model. Inderdaad, die verbondenheid denk ik die hier heel hard leeft en een stuk is van de kracht van de gemeenschap hier. Alimentarieta was an action man. When he says change the world, he means change the region. Dus het feit dat eigenlijk toch wel vanuit een bepaalde religieuze overweging is opgezet, vind ik wel sterk en ook belangrijk om te weten. En dat het dan blijft duren, doordat het zo gediversifieerd is. Dat geeft wel vertrouwen. Het feit dat het al zo lang duurt, dus het is een duurzaam systeem. Ik kom uit een familiebedrijf, dus ik heb zoiets, wat gaat er het langst over leven? Familiebedrijf, dus 4 generaties, coöperatie, misschien eigenlijk hier, misschien nog langer nog. En ik geloof daar eigenlijk wel in. Het gaat toch uiteindelijk over mensen die zelf baas zijn, hè, zelf eigenaar zijn. En je zou verwachten dat zoiets misschien op termijn zou kunnen leiden tot ja, inertie. Maar nee, zij slagen erin om door in werking de efficiëntie te vrijwaren en ervoor te zorgen dat de boel zeg maar, blijft draaien en winstgevend blijft. The history is very important. I agree with you. That's where it all started. But I mean, today, what is the strong points today for the cooperative? Now that the geopolitical situation has changed in the last 2-3 years, some people, especially in Europe, for example, do tell us that they prefer to buy Fagor because we still have the production in Europe. Een eigen universiteit te hebben, vind ik een super interessant element. Want zelf ben ik ook overtuigd van lifelong learning. En het feit dat dat hier eigenlijk onder dezelfde koepel binnen Mondragon gestimuleerd en opgevolgd wordt, vind ik ja, een heel sterk element. But also train them in order to make this job work that makes sense for the restoration of human dignity. Ik vind het vooral heel belangrijk om te zien dat er enorm veel diensten ontwikkeld zijn. Als extra's eigenlijk om de mensen die gecoöpereerd zijn te ondersteunen. Op het gebied van welzijn, gezondheidszorg, verzekering, financiële ondersteuning, allerlei. We zijn aan het kijken hoe dan we dat mee kunnen integreren in ons model die we gebruiken binnen onze coöperatie. Dat is misschien niet het Mondragon-verhaal, maar dat is misschien meer een Baskisch verhaal, vind ik dan. Het content kunnen en leren zijn. De Basken zijn, die zien de kleine dingen, die zijn tevreden met de kleine dingen, die appreciëren de kleine dingen. Dus dat is ook heel leuk om dat
real life dan ook nog ervaren te hebben. Ik heb het eigenlijk nog zo. Ik wil nog iets vragen of ik graag wil lezen. Sinds januari ben ik de president van de club. Oh, fantastisch. De president van de club. Hier gaat het dan over gastronomische clubs. Er zijn er blijkbaar hier in het dorp 22 waren het er zeker, per 1000 inwoners eentje. En dat is een plek waar vrienden en familie en gelijkgestemden elkaar ontmoeten. Een club is voor dat. To be with your friends, your families, special friends from Belgium. When the group is Brazil, I say Brazil, of course. Most of the people live in apartments. There is no place to meet you with your relatives, so we do the meetings here. Verschillende lagen van de bevolking, jong en oud, komt er samen om te feesten, om samen te zitten, om te eten, te drinken, om te genieten van het samen zijn, te overleggen, te babbelen, om de kleine dingen te vieren. My friend, always, hasta morir, in English, until the end, until then. Ik heb geprobeerd om met zo open mogelijk blik naar hier te komen. Maar ik ben blij om te zeggen dat het eigenlijk niet volledig voldoet aan mijn verwachtingen. Want dat betekent ook dat er iets kunt uit bijleren. Ik ben eigenlijk niet veel ontgoocheld. Ja, misschien toch wel in één ding. Het feit dat nogal hiërarchisch gestructureerd is. Ja, dat verondert mij. Dat had ik niet verwacht. Wat ik echt meeneem is dat het systeem zeker niet perfect is. En ik denk dat we dat soms echt wel mogen onthouden, dat het altijd beter kan en nooit perfect is. This is a contradiction with our principles. A contradiction, yes. We are normal people. We have contradictions. This is a good news. Ik denk, en als ik dan kijk naar onze sector, dus sector van de zorg, dat het mogelijk wel een deel van de oplossing zou kunnen zijn van de problemen waar we tegenaan lopen. Het zou veel makkelijker en misschien wel beter georganiseerd kunnen worden als vandaag, als een groot deel van de zelfstandigen zouden kiezen voor het coöperatieve model en niet voor een dividendenmodel zoals het nu vandaag dikwijls is. Gelijke stemmen te vinden, daar had ik wel behoefte aan. Het feit van die reizen, bedrijfsbezoeken, heel inspirerend. Want dikwijls, ja, uiteindelijk staat er toch maar alleen voor, hè, soms als bedrijfsleider. Dus, ja. Ik ben zelf oprichter en gedelegeerd bestuurder van 3 coöperaties. Ik kijk al 10, 20 jaar verder. Hè. En ik vraag mij af, hoe kunnen we daar een bloeiend ecosysteem van maken? Hoe kan dat groeien en hoe kan dat ook een return geven voor de lokale gemeenschap? Dus dat hoopte ik hier te horen. Ik heb dat hier in het kwadraat gehoord, dus dat was super inspirerend. Nog veel meer overtuigd dan dat ik al was van het feit dat het op die manier anders, duurzamer, beter, verder kan.